Nou, ik ben Hans de Voor. Ik sta hier op de kermis. Ik ben kermisexploitant, erin geboren. Al generaties lang. Dat is het mooiste beroep wat er is. Ik ben begonnen met botsauto's. Die heb ik overgenomen van mijn vader. Toen heb ik een evolutie gehad. Heb ik hier ook mee gestaan op de Venrijse kermis. In 1995 was dat. En daarna ben ik met de achtbaan begonnen. 2008 was dat. Nee, ik zeg het verkeerd. Sorry. 1998. En ik ben bewust in die achtbaan begonnen, omdat ik niet iedere keer meer wou veranderen. En hier kan je dus heel lang mee door. We doen hem iedere keer restylen en opnieuw vernieuwen. Dus dat is eigenlijk de reden. En omdat het de mooiste attractie is. Van de kermis natuurlijk. Nou, kijk, we geven hem een andere look. Hij is van de winter uit elkaar geweest, is alles weer vernieuwd. Wordt alles gecontroleerd, de lassen worden geröntgen en allemaal dat soort dingen. Kijk, en de beste controle doen we eigenlijk zelf. Elke dag voordat we beginnen, alles checken dat, dat alles, de bouten er nog in zitten. Alles wordt gecheckt, elke dag weer, door onszelf. Voordat we beginnen te draaien. En we selecteren ook de mensen. Kinderen onder de 3 mogen er niet in. Kinderen vanaf 3 onder begeleiding mogen erin. Nou, en mensen, zwangere vrouwen niet, met hartklachten of dingen, hebben ook een bot op de kassen staan. Geen alcohol? Ja, geen alcohol ken je helemaal, maar... maar als het een beetje te extreem is, dan wordt dat geweigerd, zeg maar. Nou, dit zijn de computers. Kijk, die lampjes. Elk wagentje wordt geregistreerd waar die is. Als het te snel gaat, wordt die afgerend. Als je zou stoppen, dan op een gegeven moment stopt alles. Zonder die computer zou die achtbaan niet kunnen draaien met al die karren in de baan. We hebben op heel veel kermissen een opstellingskeuring. Maar we hebben ook een jaarlijkse keuring voor de attractie. En er zijn meerdere instanties die dat doen. En ik heb bijvoorbeeld ook een Duitse keuring, want ik doe ook kermis in Duitsland. Dan moet je weer een aparte Duitse keuring voor hebben. Van de winter is die hele achtbaan uit elkaar geweest. Dan zijn we een maand of 3, 4 mee druk geweest. Alles uit elkaar. En een speciaal bedrijf, die heeft je lassen geröntgen. En alles is weer in elkaar gezet. Gepoederkoot. Dat was een kleine 100.000 euro investering. En een nieuw kleurtje. Met zo'n attractie als dit zijn er een hoop gemeentes die graag die attractie willen hebben. En dat is onder andere Venray ook eigenlijk wel. En we hebben ook kermissen waar we zeg maar een aanbieding moeten doen. Dat moet hier dan ook wel. Maar hier heb je zeg maar 2 systemen. Je hebt een voorverpachting voor speciale trekkers. Waar onder andere de achtbaan er een van is. En er zijn er wel meerdere. En in de gemeente Venray gaat dat super. Ook de kermis is hier super. Ook heel gezellig. Omdat het ook hier goed gevierd wordt. Dat is eigenlijk helemaal wel in het zuiden. Maar dat is hier in Venray wel heel bijzonder. Eigenlijk alle goede kermis is juist belangrijk dat de kermis in de stad of in het dorp is. In samenwerking met de horeca. Want heel veel kermissen kunnen eigenlijk niet zonder horeca. En de horeca kan niet zonder kermis. Maar voor de horeca, wat ik begrijp hier en wat ik ook zie, is dat voor hun eigenlijk ook de beste week. Want ik hoor van hier van de horeca mensen, mevrouw van het Hotel van de Zwaan, dat dit nog beter is dan de carnavals daar. Dus dan kunnen we nagaan wat er omgezet wordt. Als het te veel regent op een kermis, dan kan de winst weggaan. Als we hier bijvoorbeeld op zaterdag en zondag te veel regen hebben, dan kan ons de winst kosten. Als het te veel is. Kijk, een beetje dreigend weer is goed. Het is eigenlijk voor ons het beste weer. Een beetje dreigend weer. Dan komen altijd de meeste mensen naar de kermis. Hoe meer een gemeente doet, hoe meer promotie, hoe meer reclame, dat is voor ons het beste wat er is. Ja. Maar daarom doet de gemeente dat ook. Om die kermis ook zo hoog mogelijk in de waardering te krijgen. Dus hoe meer, kijk, wat er maandag komt en woensdag en elke dag, dat trekt alleen maar extra mensen natuurlijk. Ja. Dat doet Tilburg ook, die doet zoveel promotie. Dat is zo vaak op televisie en dingen. Nou, hier wordt ook heel veel gedaan. Door Henry Gruit, als ik het goed zeg.
wie nu de kermis dan in de plaats voor alleen bussen, nou, die doet er verschrikkelijk veel aan. En dat is perfect. En tegen een kermis kan geen pretpark in Nederland tegenop. Absoluut niet. Want kijk, een kermis is heel wat anders als een pretpark. De kermis wordt gevierd en gedaan, dus wij hebben er geen last van het pretpark. Goedemiddag. Zo. Nou, hier leven wij. Hans is op het moment op de kermis aan het werk. En ik ben nog even hier de huishoudelijke klusjes aan het doen. En ja, het is een beetje mijn leven. En af en toe ga ik naar het terrein, het kermisterrein, om te helpen. En af en toe weer op en neer hierheen. Ik zal een beetje alles laten zien hoe we hier een beetje leven. Vaatwassen. Wat hard nodig is. Koelkastje. En een vriezer. Nou, en hier zitten we. Ontbijten we heerlijk altijd. Eten we s'avonds heerlijk. Dit is onze kleine mini huiskamertje. Een tv'tje. Nou, op het moment zijn de kinderen er niet. Mijn dochter zit lekker in Limburg. Die liggen heerlijk in het zwembad. Over het algemeen zitten we lekker met z'n allen altijd lekker op de bank. Het is een beetje lekker een huiskamer effect. En lekker buiten spelen. De kinderen van de kermis die gaan naar een rijdende school. De rijdende school die reist in principe altijd mee op de grote kermissen, niet op de kleinere. En dan is het vaak voor de moeders op en neer rijden naar de rijdende school. Dus de kinderen zijn er altijd bij, gelukkig. Dan laat ik de slaapkamer zien. Dit is ons hondje trouwens. Die gaat ook altijd mee. Nou, hier slapen wij dan. Hans en ik is onze slaapkamer. Nou, dus dit is de badkamer, de fijne douche. Eigenlijk van alle gemakken voorzien. En lekker bed. Wastafeltje, spiegeltje. Dus eigenlijk is er wel ruimte genoeg en kastjes genoeg om alles een beetje op te bergen. Dag schat. Hey. Hallo. Dag schat. Nou, inmiddels is Hans thuis gekomen tussenmiddag om een boterhammetje te eten. Dus wat wil je graag eten? Een gebakken eitje? Alleen het is geen ene dag hetzelfde eigenlijk op de kermis. Er zijn ook soms dagen dat we zeggen van door de weekse dag als het niet druk is, dan we pakken lekker de spullen en we gaan een dagje in Zandvoort. Dus het is wel een lekker leven. Nou kijk, hier doen we de karretjes mee wegschieten. Hier hebben we een noodstop. Dit is wel een verlichting. Dat we alle verlichting aan kunnen doen. Kijk, dan schieten we zo'n kar weg. Met accu's en stroom doen we de gondels weer openmaken. Ja, laat maar los. Zo gaat dat. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En dit is het einde van het item, Supermouse. En nu ga ik weer aan het werk. Bedankt.